Toeschouwers vandaag ook de Noorse koning, Harald de Vijfde, derde van rechts. Een zeer groot sportliefhebber, zelf ooit Olympisch deelnemer, als zeiler tijdens de Spelen van 1964. Tegenwoordig rookt hij. En de koning zal zeker met belangstelling kijken naar Dan Jansen. Toch een fenomeen als het om het sprinten voor de mannen gaat. Hij staat tweede in het klassement na de eerste dag. En dat dankt hij aan een tweede plaats op de 500 meter gisteren en een zesde op de 1000 meter. En op de 500 meter van vandaag, de zondag, mag hij het spits afbijten samen met Nikolaj Guljajev. De man die wat mij betreft toch verrassend vierde staat na de eerste dag. En daar hadden we met z'n allen toch niet echt op gerekend. Nou, die titels moet u maar niks van aantrekken, want het zijn niet de heren Thibault en anderszins. Het zijn echt Guljajev en Jensen. En het verschil tussen die twee is niet zo groot. Een halve seconde in het voordeel van Jensen, omgerekend op deze afstand. Maar dit is natuurlijk de afstand van Jensen en niet die van Guljajev. Die moet het van de 1000 hebben. En dus gaat Dan Jensen ook deze ritzege binnenhalen. Gisteren 37-92 en nu weer 37-92. Exact dezelfde tijd voor Dan Jensen als die hij gisteren realiseerde. En de 38-47 voor Guljajev is 2 tienden langzamer dan gisteren.